dames en heren, en welkom bij het vinylnieuws van 26 april 2024. Ik sta nog na te hijgen van de Record Store Day van vorige week. Dat was echt één groot feest. Echt topdrukte en de hele dag bleef het druk. En ook bij de instores was het hartstikke gezellig en druk. Hele leuke instores gehad van Voltage en van Roze Spruit. Dus ja, we hebben echt een topdag gehad. Er zijn nog wat releases over. Ik heb een paar dagen geleden nog een druppel binnengekregen met wat dingen die nog beschikbaar waren. Ik heb bijvoorbeeld nog een paar singeltjes van Stef Bos, een paar singeltjes van de Heideroosjes. Ik zie hier de Benga Boys nog staan. Ik zie hier Van Dikhout nog staan. Die zijn opnieuw binnengekomen, die singles. Dus die heb ik nog wat. Maar wil je ze hebben, wees er snel bij. Bestel ze even via de site. Want ja, ze vliegen er nog steeds uit. Ook nog wat LP's over bijvoorbeeld Groove Armada is er nog. En George Harrison, Barry Hay. Maar allemaal in kleine aantallen. Dus ja, kijk eens op onze site onder het kopje RSD24. En daar vind je de overgebleven titels. Maar het gros is weg. Het was echt een geweldige dag. Hartelijk dank daarvoor. Hartelijk dank ook voor het komen. Was echt top. Ik heb zometeen wat nieuwe releases voor. Ik neem ook nog wat releases van de vorige week door. De gewone releases dan, niet de Record Store Day releases. Dus daar kom ik zo op terug. Maar eerst pre-order nieuws. Is deze week weer een hoop nieuws aangekondigd. Bijvoorbeeld een nieuwe plaat van Johnny Cash. Een plaat die de begin jaren 90 opnam, maar die eigenlijk aan de kant bleef liggen, omdat hij tegelijkertijd met het American Recordings project begon. Dus die plaat komt nu alsnog uit. Een nieuwe plaat van Johnny Cash. Hoe bestaat het? Songwriter gaat die heten. Komt ook een nieuwe Imagine Dragons uit. Ik zie hier Golden Earring, You Know We Love You, hun afscheidsconcert. Wat ze toen nog niet wisten, maar wat later hun afscheidsconcert werd opgenomen in Ahoy. Komt als 3 LP uit. Dan heb ik een nieuwe Merel. Ja, ik heb hier een heel boekwerk met al die nieuwe aangekondigde titels. Cresip, de soundtrack voor de Maxima-serie. Er komt een nieuwe plaat van David Gilmour aan, van Pink Floyd, zeker. Die komt in volgens mij wel 5 verschillende kleurtjes. Staan allemaal op de site, allemaal te pre-orderen. Er komt een nieuwe Nathaniel Rateliff aan. Dat is ook altijd hartstikke gezellig voor de Americana-liefhebbers. Tom York van Radiohead, die heeft weer een soundtrack gemaakt voor Confidenza. Die komt ook binnenkort uit. Waar zie ik hier nog meer? Allemaal heruitgaven van Sade. Al haar platen, of hun platen, het is volgens mij een band, Sade. Zij heet Sade, maar de band heet ook Sade. Verwarrend. Die platen komen in 2 etappes uit. In juni wat en in september volgens mij wat. Dus alle albums van Sade. Waar heb ik hier nog meer? Hier hebben we David Gilmour. Ja, nog meer dingen. Kijk even op mijn website onder het kopje pre-orders. Die staat nu tijdelijk even bij nieuwe LP's en dan het kopje pre-orders. Die nieuwe releases dan. Deze week niet heel veel nieuwe releases. De week na Record Store Day natuurlijk wat rustiger. Voor mij niet erg lekker een weekje om bij te komen. Zijn trouwens morgen, Koningsdag, zijn we ook gesloten. Dus dan kan ik even lekker erbij komen. Ik ga denk ik ergens een biertje drinken. Kan ik me zo voorstellen. Mensen, er komen nog een aantal dingen vandaag binnen. Die kan ik nog niet fysiek laten zien, maar die komen vandaag dus wel uit. Luke Hemmings, zijn LP Boy. En er komt een nieuwe plaat van Iron and Wine onder andere vandaag nog binnen. Wat ik al wel binnen heb. Eerst een paar platen van vorige week. Om te beginnen natuurlijk met het klapstuk. The Tortured Poets Department van Taylor Swift. Die heb ik rijdek in de winkel staan. Die heb ik op mooi wit vinyl. Er zit een heel mooi boekje bij. Is echt heel mooi vormgegeven. Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Voor de eerste paar klanten heb ik nog wat posters liggen. Als je hem in de winkel komt halen, krijg je een postertje bij. Heb ik niet heel veel gekregen, maar ik heb ze nog liggen. Dan voor mij misschien wel de verrassing van het jaar tot nu toe. Dark Matter van Pearl Jam, nieuwe plaat van Pearl Jam. En die is ontzettend goed. De schok van, ik was een beetje afgehaakt op Pearl Jam. Ik vond hun laatste platen persoonlijk niet zo heel goed. Maar deze mag er wel zijn. Lekker ouderwets. Sacred of Fear bijvoorbeeld is mijn luistertip van deze plaat. Ik vond het echt een hele, hele goede plaat van Pearl Jam. Trouwens nog een tip. Waiting for Stevie. Zit een geweldige gitaarsolo in. Doet een beetje aan Alive denken.
geweldige plaat. Dark Matter, Pearl Jam, heerlijk. Dan een plaat die de afgelopen weken al uit was, maar moeilijk leverbaar. Beyoncé, Cowboy Carter, maar ik heb hem eindelijk ook in de winkel staan. Eerst kon ik alleen de webbestellingen voorzien, de pre-orders, maar ik heb hem ook in de winkel staan. Cowboy Carter van Beyoncé. Het is trouwens een geweldig muziekjaar, moet ik tot nu toe zeggen, want er zijn zoveel grote dingen uitgekomen en ook echt goede dingen. 2024 is goed bezig. De Teskey Brothers, een sessiealbum, Circle Session. Teskey Brothers, 5 live tracks. Uitgevoerd door Josh Teskey, Sam Teskey en Olive Scott. Dus in een kleine bezetting. De Teskey Brothers. Lofi, haar geweldige debuutplaat Bewitched, is er nu in een deluxe versie. Dus voor de jazzliefhebbers. Dus lekkere vocal jazz. Heerlijk, mooie stem heeft ze. Ze komt uit IJsland. Bewitched, The Goddess Edition. Dit is een speciale uitgave met 4 bonus tracks en een bordspel. Zeker, zit een bordspel bij. Nou, ik ben benieuwd. Lofi, Bewitched. Neil Young, Fucking Up. Neil Young en Crazy Horse. 9 nummers verdeeld over 2 LP's. Lekkere lange live uitvoeringen. Dit zijn de opnames van een verrassingsconcert dat hij eind vorig jaar deed samen met Crazy Horse. Onder andere met Nils Lofgren. Fucking Up van Neil Young and the Horse. Neil and the Horse staat erop. Fat White Family, Forgiveness is Yours. Postpunk kunnen we dit noemen. Ik heb een lekkere country, ouderwetse country van Charlie Crockett, met een lekkere vleug soul erin. Zijn nieuwe plaat heet $10 Cowboy. 1 nieuwe plaat van St. Vincent, All Born Screaming. Nieuwe plaat van St. Vincent. Dan gaan we even lekker hard rocken. Accept heeft ook een nieuwe plaat. Ja, het was al Judas Priest die een geweldige nieuwe plaat hadden. Als we het over ouderwetse hard rock hebben. Maar nu ook Accept Humanoid heet die. Hartstikke lekker. Voor de hard rock liefhebbers. Cool. Dan heb ik nog een nieuwe plaat van de Pet Shop Boys. Nonetheless. Met de singles Loneliness en Dancing Star. Hartstikke lekker. Pet Shop Boys. Die heb ik op grijs vinyl en zwart vinyl. Kun je kiezen. Limited edition, grijs vinyl dus ook. Doel, de band van Raven van Dorst, die hebben ook een nieuwe plaat. The Shape of Fluidity. Doel. Nieuwe plaat van The Libertines, die is al 2 weken uit en die heb ik nu pas binnen. All Quiet on the Eastern Esplanade, denk ik. Nieuwe Libertines. 1 nieuwe plaat van Girl in Red, I'm Doing It Again Baby. Die heb ik op zwart vinyl en natuurlijk ook op rood vinyl. Girl in Red. Een nieuwe Usher. Zeker, een nieuwe Usher. Coming Home. Dubbelaar. Transparant vinyl. Usher. Een nieuwe Shaco. Zeker. Shaco, een nieuwe plaat. Megalits, ik heb nog niks van gehoord. Ga ik straks eens even aanzetten. Megaliths. Cool. Glen Campbell, een duettenplaat. Ghost on the Canvas Sessions. Allemaal duetten van Glen Campbell. Met onder andere Carole King, Sting, Elton John, Dolly Parton, Brian Wilson, Eric Clapton. Allemaal grote namen die een duetje zingen met Glen Campbell. Dat waren de nieuwe releases. Dan heb ik ook nog wat mooie heruitgaven. Bijvoorbeeld een Best of Bruce Springsteen. Met al zijn hits. En daar zijn ook wat recentere tracks bij. Girls in the Summer Clothes, Hello Sunshine, Letter to You onder andere. Dus als aanvulling op zijn greatest hits die al lang in de winkels ligt. Nu ook The Best of Bruce Springsteen. Die is op zwart vinyl, maar ook op blauw vinyl, limited edition. The Gathering Mandalorian, die is ook opnieuw uitgebracht. En ik denk weer op een kleurtje. Colored Vinyl staat erop, maar ik zie niet welke kleur. Maar The Gathering. Een soul classic, Candy Staten. Haar titelloze plaat, Candy Staten. Ik heb 2 soundtracks van de Netflix-series.
La Casa de Papel. Een dubbellaag, 1000 stuks maar van gemaakt op rood vinyl. Met onder andere ook die titelsong uit de opening. Hoe noem je dat? Dat. En het vervolg, de spin-off van La Casa de Papel, Berlin. Daar hebben we ook een soundtrack van. Cool. Kids' Choice, Cocoon Crash. Die is weer opnieuw uitgegeven. Op geel vinyl. Cocoon Crash van Kids' Choice. Ook op gekleurd vinyl hebben wij hier The Best of ZZ Top. Welke kleur dan, Bob? Blauw vinyl. Blue Jean Blue Vinyl. ZZ Top. En tot slot al. Ja, het is niet veel, maar het is wel de moeite. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Mooie uitgave van Tina Turner. Hartstikke mooi. Dat was hij voor deze week, mensen. Het was wat minder dan gebruikelijk, maar zit er toch mooi ding bij. Dacht ik zo. Ik zie jullie dus graag in de winkel, maar niet op zaterdag, want zaterdag ben ik gesloten. Hou daar rekening mee. Dus vandaag vrijdag kun je nog terecht of anders volgende week woensdag weer. De webshop mobsvinyl.nl is wel altijd geopend, dus daar kan je terecht. Onder andere ook voor die Record Store Day items nog. Zitten ook echt pareltjes tussen, dus snuffel daar eens tussen en shop till you drop, zou ik zeggen. Mensen, dank voor uw aandacht. Tot volgende week. Dag!